We staan nu buiten het gebouw waar we bijna aan het einde zijn van de Global Leadership Summit in Nederland. Ik sta hier met Annelies Meerveld. Je hebt de GLS bezocht. Ja. Misschien kun je eerst even iets meer over jezelf vertellen. Ik ben Annelies Meerveld. Ik ben 26 jaar. Ik ben lid van de Griffmid Vrijgemaakte Gemeente in Langerak. En ik geef catechisatie aan de 16-plus jeugd met een speciaal programma over seksualiteit en huwelijken, relaties. Dus dit leek mij een echt uitgelezen kans om meer te ontwikkelen in leiderschap. Van, nou, hoe geef ik nu die trainingen? Waar moet ik op letten? Hoe krijg ik de jongeren actief? Daarvoor ben ik eigenlijk hier gekomen. Oké, is het je eerste GLS die je meemaakt? Ja. Okay. Wat is je algemene indruk? Ja, leuk. Het is intensief ook, maar het is het echt meer dan waard. Het is, okay. Ja, je krijgt zoveel handvaten op velerlei gebieden. En je kan zelf de keuze maken van, nou, dit is voor mij nu van toepasbaar. En misschien is dit over een jaar van toepasbaar. Dus dat is geweldig, die aanvulling. Ja. Mooi. En wat is de meest inspirerende sessie voor jou geweest tot nu toe? De laatste, van Henk van ten Dam of Van Dam. Die toch wel aangaf, de jongeren zijn de toekomst van de kerk. Nou, behoor ik zelf ook nog tot de jongeren. En bewustwording van, ik ben nu de toekomst van de kerk. En hoe ga ik de generatie na mij ook bewust maken van hun taak en opdracht. Ja. Oké. Bedankt. Graag gedaan. Oké.